Goeiemiddag almal. Ek is hier by die Drakensberg. My waterval boven. Nou dit is baie interessant toe Paul Kreer en Joaquim Machado die spoorlijn gebou het, het hulle natuurlijk nou een probleem gehad om hier oor die berg te kom. En dit vanaf Switserland een tandrad systeem ingevoer wat die trein direct teen die berg afgeneem het. Nou dit is hoe waterval boven ontstaan het. Die stasie vir die trein was hier, waar die speciale tandrad lokomotief was. Dan wanneer die trein van Pretoria afgekom het, het hulle die speciale lokomotief aangehak om te help met die rem teen die afdraande, sodat die trein nie weghardloop nie. En dan by waterval onder het hulle die speciale lokomotief afgehak. En dan het die trein aangeruid tot by Lorenzo Marx, wat vandag Maputo is. Ek is ook vandag op pad na Maputo. Dan wanneer die trein terugkom van Maputo af, het natuurlijk nou die speciale lokomotief opgehak en die trein teen die berg opgesleep en dan hierboe by waterval boven weer afgehak, dat hy kan aangaan na Pretoria. Baie interessant, die moderne spoorlijn, wat nou heen en weer teen die berg afloop, wat nou nie direct teen die berg afloop nie, is 21 kilometer langer. Mag hom al een heerlijke dag hê.